Welkom. In dit filmpje zal ik toelichting geven bij wat les 16 is in de inhoudstafel op Modern Ways, dus frikvrak realisatiemodel maken. Hier zullen we op basis van de database die we al hebben, we hebben die DDL en DML scripts uitgevoerd, en we zullen op basis daarvan code gaan genereren, dan aanpassingen doen in die code en dan die aanpassingen terugsturen naar de database. Dus we vertrekken eigenlijk vanuit een code-first aanpak en gaan dan switchen naar een, sorry, we vertrekken vanuit een database-first aanpak en we gaan dan switchen naar een code-first aanpak. Ik ga het even opmerken dat ik hier een iets andere database ga gebruiken dan jullie. Het is enkel de naam die verschilt eigenlijk. Dus ik heb hier een extra database docent 1 filmpje aangemaakt. Bij jullie zal het gewoon docent 1 zijn. Dat is omdat ik die database docent 1 al heb. Ik heb nu geen goesting om die volledig te gaan backuppen en achteraf na het filmpje weer te herstellen. Dus ik heb er gewoon een kopie van gemaakt. Goed. Dus voordat we aan de slag kunnen, zullen we eerst een aantal packages moeten installeren in onze frikvrak. Dan ga ik mijn webserver stopzetten van het vorige filmpje. En ik ga hier naar de NuGet Package Manager, Package Manager Console. De commando's die ik hier nu ga uitvoeren zijn ook dezelfde als in het filmpje dat ik gemaakt heb over de Code First aanpak. Dus dat filmpje is al van een tijdje terug. Je vindt dat ook terug op mijn YouTube-kanaal. Dus we voeren uit install package entity framework. We hadden dat eerder al wel geïnstalleerd, maar niet in het frikvrak-project. Dus in .NET installeer je packages per project waarin je bezig bent. En die komen dan ook in je CSPROJECT-bestand terecht, ze worden daar vermeld. Install package mysql.data. Install package pomelo.entity framework core.mysql. Eigenlijk zou het beter zijn moest ik ook de precieze versies van de packages hier aangeven. Maar met de setup die ik in de vorige filmpjes gevolgd heb, zal het ook wel in orde zijn op deze manier. Maar het is eigenlijk een goede gewoonte om daar altijd de precieze versies bij te zetten. Microsoft.entity framework core.tools. En dan nog eentje. Visual Studio Web Code Generation Design. Oké, dus dat is alles. Dan kunnen we eigenlijk meteen op basis van onze database. Dus als je meevolgt op Modern Ways, er staat van alles. Dus ik ga ervan uit dat je reeds hebt uitgevoerd de DDL en de DML enzovoort. Ja, ik ga daar ook van uit. En je vindt die scripts ook terug op GitHub. Dus als daar toch iets mis zou zijn, dan voer je die uit. Hoe je EF Core installeert, dat heb ik net getoond. Dus je volgt eigenlijk de link tekst en uitleg frikvrak model op basis van een bestaande database. Dus wat dat er eerst allemaal gebeurt, heeft van alles te maken met EF Core installeren en met het hernoemen van frikvrak. Maar dus in deze filmpjes heb ik frikvrak gewoon aan elkaar geschreven, omdat zo'n dingen nu eenmaal gebeuren als je liggende streepjes en zo hebt. Ik ga direct eigenlijk naar stap 8.2, dus de scaffold DB context. Waarom? Omdat ik hier aan het kijken ben naar ja, naar hoe dat we frikvrak aan de praat krijgen. Ik ben niet alle leerstof aan het herhalen, maar ik ben dit aan het doen om de mensen die problemen hebben met frikvrak terug verder te helpen. Dus wat dat we hier gaan doen is scaffold DB context. Wat betekent dat we eigenlijk ons DB context object of onze DB context klasse, dus de toegangspoort tot de database, het object dat
dat dezelfde rol vervult als tevoren onze dallaag. Dat object gaan we aanmaken en we gaan dat doen op basis van de data die we al hebben. Dus dat wordt dan commando scaffold dbcontext. En hier die gegevens die gaan afhankelijk zijn van jouw databank. Dus bij mij wordt dat dan server gelijk aan 127.0.0.1, dus als localhost eigenlijk. User ID is gelijk aan, en bij mij wordt dat dan root, niet docent 300. Dus gewoon de gebruikersnaam die ik gebruik om in mijn databank te werken. Ik werk daarop als root, dus vandaar. Password is gelijk aan. En nu ben ik een beetje aan het twijfelen. Het kan zijn dat ik ernaast zit in het echt geheim. Het kan ook MySecretPW zijn, dat weet ik nu niet meer uit mijn hoofd wat het hier was. Port is 3306, want dat is de standaard MySQL-poort. Database is, en dan is dat dus bij mij docent 1 filmpje, bij jullie is dat docent 1. En SSL-mode is none. Dat blijft. Zo, dan pomelo.entityFrameworkCore.php. MySQL. Dan output hier dus waar onze context terecht gaat komen. Dat wordt models slash frikfrak. Dus die map die is er nu nog niet, maar er zal een map frikfrak gemaakt worden. Force data annotations. Wel eigenlijk, die force is niet echt nodig, omdat ik hier de stap heb overgeslagen waar het de eerste keer al eens een keer gedaan werd. Maar daarmee zou je direct de bestaande klassen overschrijven. Dan data annotations. Die zorgen ervoor dat je niet gewoon de klas krijgt, maar dat er ook de annotaties bij staan die u toestaan om weer van de klasse naar de database te vertalen en alle juiste datatypes te bewaren. Dus eens proberen. Als ik geen verbinding kan maken, dan is mijn wachtwoord waarschijnlijk verkeerd. Ah, het lijkt gelukt te zijn, want ik heb hier nu al mijn modelklasse. Voilà, dus frikfrak.models.frikfrak. En mijn docent 1 filmpje context. Bij jullie zal dat dan gewoon docent 1 context zijn. Dan de annotaties, die zie je, die staan hier ook. Dus dat is eigenlijk informatie die nodig is om te vertalen naar een database. Varchar is iets dat niet bestaat in C-sharp, maar het bestaat wel in MySQL. Dan de volgende stap is stap 10.1. Dus we gaan nu switchen van onze database first aanpak naar een code first aanpak. Hoe gaan we dat doen? Wel, door eerst gewoon al onze tabellen te laten vallen. Users. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dus het zijn ze allemaal. Drop 7 tables. Ik ga ze gewoon laten vallen. Zodanig dat mijn docent 1 filmpje volledig leeg is. Dus je kan dat met een commando doen. Je kan het ook via MySQL Workbench doen. Nu, add migration. Dat gebruik je ook voor als je de eerste keer iets in de database wil zetten. Dus ook als je daarna wil updates toevoegen, maar ook de eerste keer. Initial create. Zo. Oké, die melding hier stoort mij niet, want ik ben ook met core bezig, dus dat is goed. Dan even kijken, update database. Dus ik heb nu de migratie gemaakt en die zie je hier staan, maar die heeft nog niks gedaan met de database. Dus om dat ook effectief te doen, update database. En dan hier refreshen.
Voilà. Dus nu zie je dat die migratie ook effectief is toegepast. Die migratie heeft nog niks veranderd, omdat we niks hebben veranderd aan de klasse. Maar als ik dan naar de klasse Country ga. Hier staat. En onderaan een description toevoeg. Dus string length 256. Public string disk get and set. Dan heb ik nu ook een description voor mijn land. En dan kan ik nu een volgende migratie toevoegen. Dus dat is add migration. Add country disk. Ziezo. En nu opnieuw toepassen via update database. Zo. Kijken naar refresh. Zou dus de column voor description er ook moeten staan. Dus dat is dan varchar 256 geworden. Hier specifieerden we dat met die string length 256. Maar dat vertaalt dan naar varchar, dus haakjes 256. Zo, dus dat is die les.